vragen ook naar mijn kamer. Aan die brengt dus ook de Maïs kolven erin. Nou, de kolven die zijn heel eiwitrijk, dus heel voedzaam. Maar hooi is eigenlijk gewoon gedroogd gras. Geen dieren aankopen en dus geen ziekte import hebben, worden op kunnen vangen. En dan willen ze ook weer voor vee gebruiken. Ja, het ligt tegen, joh, je moet meer gras bij minder akkerbouw hebben. Als ik hier 3 weken die koe met het kalf in het hokje zet en ik haal het 3 weken dat kalfje weg, nou dan schreeuwen ze de week lang. Daar denk ik al 10 jaar over en uiteindelijk hebben wij ergens in september besloten te stoppen met melk.